Deze film voldoet niet aan de AVG voor wat betreft het gebruik van filmpjes en foto's. Heb je daar moeite mee, dan kun je nu weglopen. Wat niet weet, wat niet deert. Yes, 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 het is echt waar. Zo'n jonge kop, maar toch 40 jaar. Maar we zijn hier vandaag niet alleen om mijn jubileumverjaardag te vieren. Ik wil ook graag even stilstaan bij de relatie met de liefde van mijn leven. Even een terugblik op de afgelopen jaren. Want hoe begon het ook alweer? Nou, het begon met een mooie online aanbieding. Nee, niet zo'n 18-plus site. Dat zou Davy nooit doen. Maar Lexa, een bekende dating site. Er was een aanbieding, dus ik dacht, waarom ook niet? Al snel nadat ik me had aangemeld en mijn profiel had ingevuld, stroomden de berichtjes binnen. Ik heb een aantal foto's die ik kreeg bewaard. Ja, ja, dat was een mooie tijd. Niet dan? Oké, ik weet dat ik her en der gevoelige snaar raak nu, maar Simon, Jeroen en Jasper, dit is jaren geleden. Er speelt nu echt niets meer tussen ons en ik zeg altijd maar zo, het verleden bestaat alleen als je eraan denkt. Of zoiets. Maar toen kwam de onweerstaanbare Davy voorbij. Inmiddels zijn we een stukje zwaarder. Nee, geintje. Dit was de profielfoto van Davy. Sexy vriendin, ook altijd handig. Voor mijn vrienden bedoel ik uiteraard. En zo zag ik eruit in die periode. Logisch dat Rasha, Shirley en Rianne met mij wilden daten op Lexa. Maar ik koos voor Davy. En na de eerste date waren we eigenlijk al een setje. En dan komt het moment dat je moet gaan wennen aan elkaars vrienden en familie. Nou, gelukkig had Davy geen chagrijnige vriendinnen. Gelukkig waren ze ook niet klef. Ze namen nooit elkaars foto mee naar de kroeg of zo. Haar familie bestaat voornamelijk uit hoogopgeleide personen. Keurige mensen, ook tijdens het eten. En verdomd goed in verstoppertje spelen. Maar de eerste ontmoeting met Davy's familie was best een beetje awkward. Met name de heren waren erg gretig om het te versieren of zoiets. Ik denk vroeger te veel Harlequin-boeken gelezen bij oma of zo. Ik kreeg de ene na de andere pikante opmerking naar mijn hoofd geslingerd. Ja, ik heb zin en jij hebt een opening, dus... Ben jij net zo lief als dit privé-beestje? Hi, ik heet Frank. Hoe heet ben jij? Ook een idee over een potje voetbal spelen was behoorlijk bijzonder. Gelukkig heb ik wel normale vrienden. En op mijn familie is er helemaal niets aan te merken. Er zijn te veel avonturen om op te noemen, maar vooruit, een paar dan. Het begon hier, in de Johannes Kamphuisstraat in een Utrechtse ghetto. Davy, Kira, Tessa en nog een chick in één huis en zwerfkatten in de wasbak. En daarna de verhuizing naar de Detmotstraat. Lekker klussen in Kira's nieuwe huis. Leuk was ons eerste weekendje weg, stiekem met de dienstauto. Davy wist toen al haar plek. Daarna volgden mooie stedentrips naar Milaan, Dublin, Kopenhagen, Malmö, Budapest en Krakau natuurlijk. Met een indrukwekkende tour naar Auschwitz. En al die heerlijke vakanties naar Siofok aan het Balatonmeer in Hongarije. Een paar keer samen en een paar keer met vrienden. De mooie familieuitjes blijven ook altijd bij. En de bijzondere avonturen met de duktruck. En ons eerste festival samen. Ook een bijzonder moment was Davy haar diploma-uitreiking. Na jaren fulltime werken weer fulltime naar school. Het leverde na zijn diploma ook vrienden voor het leven op. Over die ene Koningsdag in Utrecht zullen we het maar niet hebben. Maar wat we niet vergeten is ons oude huisje in Barendrecht, de Reling 301, waar we regelmatig een grote oranje tribune bouwden, met onze schatten Lucia en Nala. Nadat we ons huis met grootvlies hadden verkocht, werd de Baarsloot 3 in Hout ons nieuwe adres, op zolder bij Peter. Toen gingen we ook regelmatig naar Feyenoord, 3 jaar lang een seizoenskaart en zelfs een goldkaart, op woensdagavond uit naar Heerenveen. Het waren mooie tijden en zeker toen Feyenoord landskampioen van Nederland werd. Hey,
volgens jou was dat de eerste keer dat je me zag huilen. Maar helaas, het bleek niet de laatste keer. Onverwacht raakte Davy zwanger, een paar weken na Kira. Tijdens Kira's babyshower konden we alvast oefenen. Davy was heel vitaal en sterk tijdens haar zwangerschap. Ze ging zelfs met vriendinnen met een bolletoet naar een heel fout feest. En vanaf de eerste dag waren dit soort paffende foto's verleden tijd. Nog steeds trouwens. En toen Kira was bevallen, mocht Ryan alvast knuffelen met zijn neefje Jackson, want zo zou onze zoon gaan heten. Maar, hoe bizar het ook is, vandaag 10,5 maand geleden, na bijna 37 weken zwangerschap, bleek Jackson overleden. Zomaar, zonder aanwijzbare oorzaak. 2 dagen na het nieuws was de bevalling. En een week later vond een bijzonder intense uitvaart plaats. Zoveel vrienden en familie, zoveel liefde en steun. Every day is the same, there's no change, there's no joy. I feel weak, I feel tired, I'm depressed, I'm alone. All these thoughts in my head, fuck, it's all a big mess. Let's move on and forget, all I need is some rest. I feel lost, I feel trapped, nothing's real, all is fake. When your mind's playing tricks and it's all just a game. I will never give up, I will not run away. I'll be strong, I will stay, I will make it one day. Even when the sun goes down, even when the we moesten de draad weer oppakken en na een lange, donkere periode lukte het om op te krabbelen. Gelukkig kregen we heel veel aandacht van onze familie en vrienden. Zoveel telefoontjes, berichtjes en kaarten. We hebben ook veel steun gehad aan onze psycholoog, maar vooral ook aan elkaar. Voorzichtig kwam er af en toe weer een lach voorbij, ondanks dat we in januari na 15 jaar afscheid moesten nemen van Nala. Er was inmiddels een nieuwe aanwinst in de familie, een auto, samen met Kira. We gingen een paar dagen samen naar Praag. We waren aanwezig op de eerste echte Souderus Family Party. Mochten dankzij Frank en Yvonne Breda verkennen. En tussendoor ging Davy met vriendinnen een lang weekend naar Lissabon. En ik kreeg een vervroegd verjaardagscadeautje van mijn vrienden. Een lang weekend Defcon. We doen ons best. Het gaat stapje voor stapje, maar onze wens gaat vast en zeker uitkomen. Waarom zijn we nou eigenlijk echt hier? Zoals iedereen weet, behalve Davy, vier ik niet alleen mijn verjaardag. Want na alles wat we hebben meegemaakt is 1 ding heel duidelijk. I still love Davy. We zijn alleen maar sterker geworden. We vormen een goed team en we zien er goed uit samen. De liefde spat er vanaf. Het wordt tijd om onze liefde te bezegelen. En dus vroeg ik Peter of hij officieel mijn schoonvader wil worden. En gelukkig was hij heel erg enthousiast. Maar nee, nog niet officieel. Dus ik wil eigenlijk vragen of jij officieel mijn schoonvader wil worden. Dat betekent dus wel
dat je ook toestemming moet geven om met deze te trouwen. Dus dan wil ik hierbij vragen. Ik heb toestemming om met mijn dochter te trouwen. Heel graag. Mijn moeder sprong ook een gat in de lucht en schreeuwde het uit van geluk. Nee, maar echt, ze was en is echt heel erg blij. Oh, wat leuk. Ja, dus. Ja. Ben je er een beetje blij mee? Ja, hartstikke leuk. Ja. En ook mijn vrienden waren erg duidelijk. Go for it. Het beste wat je ooit overkomen, jongen. Ja. Weet je wat, deed je kan niet krijgen. Nee. Zeker. Hey, dank jullie wel. En tja, ze hebben nog gelijk ook, want Davy is goud en goud is wat je krijgt als je de beste bent.